Een klein filmpje van mij. Ik heb vandaag weer eens gewerkt in mijn Dina Craft album, journal. Van 6x6 inch is die. Er zijn al pagina's af. Er zijn pagina's waar een beginnetje is gemaakt. Maar daar komt de inspiratie later voor. Ik heb hier mijn blending foam schoongemaakt van andere projecten. Hier zit al wat wasje. Er is verder nog niks mee gedaan. Deze heb ik vorige week volgens mij laten zien. En vandaag was het dit. Hoe ik ben begonnen is de tag vast te maken met het canvas tape van Dina. Dat is zelf plakkend. Dus ik heb de tag geplakt en hier gaat hij op de achterkant van de pagina verder. Dat steekt nu heel erg af. Als ik de volgende keer een pagina hier ga maken, komt dit weer helemaal goed en wordt het gewoon verwerkt in de spread die hier komt. De tag is dus hier vastgemaakt met het canvas tape en hier heb ik de washi tape op gedaan. En ook op de rest van de pagina is allemaal washi tape te vinden. Over het algemeen plakt het goed, dat van Dina, moet ik zeggen. Ik heb hier alleen een puntje even vastgeplakt en dat heb ik gedaan met de mat gel van Liquitex. Daar heb ik ook dit mee vastgeplakt en dit. Omdat dat zo stevig is, want hieronder zit ook nog modelleerpasta. Dus het is hobbelig, maar dat mat gel zorgt dat het allemaal goed blijft zitten. Oké, nadat ik de washi tape heb gedaan, ik zal niet op de zaak vooruit lopen. Washi tape, daarna heb ik het stencil. En ik denk dat die Bumps heet. Is ook van Dina. Ik heb het volledige Dina eigenlijk gemaakt. Denk ik dat ik niks anders... Oh ja, ik heb één ding anders gebruikt. Dit is het stencil. Distress Grid Paste. Opaque, een soort modelleerpasta. Handig formaat potje. Je schept het eruit. En je veegt het zo over je stencil heen. In dit geval is het opaak. Wat betekent dat het dekkend is. Wit. Dat zie je hier nog. Voor de rest is het eigenlijk overal gekleurd. Ik heb het ook op de tag door laten lopen, zodat je één geheel krijgt. Alleen heb ik er later wat overheen geplakt. Maar ik weet nooit van tevoren wat ik ga doen. Dat is altijd net hoe mijn pet waait. Hoe het uitpakt. Wat je wel moet doen, nadat je die grid paste hebt gebruikt, is het stencil schoonmaken. Ik ben niet zo van stencil schoonmaken. Dat zien jullie ook wel. Ik bedoel, er zit verf, gloss spray en dat soort dingen op. Maar met modelleerpasta, grid paste en al dat soort artikelen, stikkels, glitter, gel, alles wat echt hard kan worden. En bijvoorbeeld hier aan de binnenkant van je lijntjes gaat zitten, dat zou de uitstraling van je stencil veranderen. Dit zijn gladde lijnen en nou krijg je straks allemaal hobbeltjes omdat je het niet goed schoonmaakt. Wat ik altijd doe, ik heb een hydrofiel luier nog. Mijn kinderen zijn 18 en 16 inmiddels, maar goed. Ik spray het nat en veeg hem met de doek schoon. Dan zorg ik in ieder geval dat de modelleerpasta eraf is, die grid paste. Zodat ik gewoon dat stencil steeds opnieuw kan blijven gebruiken. Nadat ik dat heb gedaan, heb ik een stukje gescheurd uit de College Collective. Dit zijn de dikkere pagina's, dat kan je echt zien, stevig. En dan heb je ook wat dunnere pagina's. Dat is gewoon iets dikker dan gewoon normaal printpapier. Ik had hier dus een pagina met vier verschillende silhouetten van mannen. En deze twee kleuren en hier zie je de derde. En de vierde is dus nog hier. Gewoon uitgescheurd. Omdat ik dacht, ik vind het wel mooi als die man in het donker staat en dat het licht achter hem schijnt. Daarvoor heb ik gebruikt Lemon. Ik heb een beetje zo ervoor gehouden hoe groot het papiertje was. Een kadertje getrokken en daarna met gewoon wat verf gespoten. En met deze kwast van Dina een soort lichtstralen gemaakt. Of in ieder geval dat het licht er van achter komt. En hier heb ik het andersom gedaan. Ik heb eerst... Ik vond het wel leuk dat de man licht was. Ik heb het mask neergelegd. Dit is Funky Silhouettes, denk ik dat die heet. Een mask neergelegd en dan met de twee blauwe verfjes die ik heb gebruikt zijn Peacock en Marine. En daarmee met mijn kwast over het stencil. En dan bleef er een kraft mannetje over. Om dat nou heel pietluttig in te gaan kleuren, dat is niet handig. Want tenminste, daar ben ik niet handig in, laat ik het zo zeggen. Ik heb gewoon... het mask gebruikt.
dat erop gelegd. Daaronder was dus kraft. Dus die heb ik geel gemaakt. Zodat die eruit springt. Wat ik verder heb gedaan is wat marks gemaakt. En dat heb ik gedaan met Posca's. De witte zijn met de chisel shaped. Dat betekent dus een afgevlakte punt. Konden jullie dat goed zien trouwens? Zo. En de zwarte zijn gemaakt met de bullet shaped. Dat is dus een ronde punt zoals jullie kunnen zien. En daar heb ik dan weer met een iets dunnere Posca de accenten op gezet. Wat ik verder heb gedaan is spetters gemaakt. Vind ik ook wat leuk. Ik doe altijd wel een schort aan. Want of je zou het in een doos moeten doen. Maar daar heb ik meestal niet de ruimte voor. Ik heb de gloss sprays van Dina gebruikt. De White Ocean en Lime. Zoals je hier kan zien. Nu staan ze alweer een tijdje. Gaat het glimmertje zakt naar beneden. Probeer ze liggend te bewaren. Dat is vooral eigenlijk met de Dalouse. Maar ik adviseer het ook voor deze. Nu hebben ze een tijdje gestaan. Er zit een balletje in, zoals jullie horen. En dan moet je zorgen dat je niet zo rechtop schudt. Want dan gaat al dat poeder zo het buisje in en raakt hij sneller verstopt. In dit geval heb ik trouwens gespetterd door hem los te draaien. En gewoon zo te doen. Gewoon te tikken, waardoor de druppels vallen. Mocht je het spraymondje gebruiken, is het wel van belang dat je daarna het spraymondje goed schoonmaakt. En een dopje er weer op doet. Zo blijven ze ook sprayen. En voor de rest, het laatste wat ik heb gebruikt is de Typed Ledgers. Dat is nieuw van Dina. Dat zat in de laatste release. Dat zijn allemaal quotes en teksten van haarzelf, maar ook van andere mensen. Ook met name erbij wie die quote heeft gegeven, zover bekend. Allemaal kleine tekstjes die je zelf uit kan knippen. Op verschillende tinten papier, op oude papiertjes met lijmresten. Zoals zij het getypt heeft, zij heeft namelijk vele typemachines met verschillende lettertypes ook. Dus dat zie je ook terug op deze papiertjes. Dit is een basic. Dit is een wat hipper lettertype, denk ik. Ik heb gewoon een quote gezocht die ik vond shine, vond ik passen bij dat die man eruit straalt, wat mij betreft. Daarna als laatste, ik heb hem hier ook nog een keer. Hier zit ook nog een tekst, ook van de Typed Ledgers. Als laatste heb ik nog scribbles gezet, hoe je het wil noemen. Met ook zwarte verf van Dina. En zij heeft van die fine tip applicators. In dit geval zit het op een tubetje. Deze heb ik nog en doet het nog. Ik heb hem best wel al lang. Later is zij overgegaan natuurlijk op deze flesjes die handiger in gebruik zijn. Maar dit was nog de 59 ml versie. En heb ik gewoon wat scribbles gezet. Gewoon om het wat meer te laten poppen. Ik zal ook nog wat close-up foto's erbij zetten voor jullie. En mochten jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. Fijne dag nog!